Hallo kijkers en trucijers, gewoon hier een video. Mijn naam is Jerne. Dit is de laatste aflevering van de FIFA Kaigens Carrière Mode van dit seizoen. En ja, normaal moest het een andere soort video zijn. Alleen die video is helaas verloren gegaan door mijn eigen schuld. Dus zijn ook een paar wedstrijden verloren gegaan daardoor. In de vorige wedstrijd had ik nog een wedstrijd tegen Genk gespeeld. Had ik met 3-1 verloren. Dan speelde ik daarna tegen Anderlecht thuis, wonnen we met 0-1. En dan nog eens thuis tegen Antwerpen en die wonnen met 2-0. We zijn helaas net geen kampioen geworden, we zijn tweede geworden. We gaan gewoon verder. Spelerscontracten lopen af. Dus daarvoor wil ik ook nog even onderhandelen. Contract onderhandelen. En zijn contract wordt maar verlengd tot 4 jaar. Verscharen wordt 77 algemeen. Ik ga ook al de statistieken van de spelers tonen. Dat we kunnen nu wel kijken wie de Champions League en zo heeft gewonnen. De Crocky Cup is gewonnen door Club Brugge. Dit moet nog gespeeld worden. En hebben we hier City wint de Champions League tegen Liverpool. Liverpool haalt hier weer de Champions League finale dan 3 jaar op rij dan. Even zien wie er dan nog de Europa League heeft gewonnen. Monaco heeft de Europa League gewonnen. Kijk naar alle competities. We gaan gewoon enkel de interessante bekijken. De Bundesliga, daar is Bayern los kampioen, maar met evenveel punten als Dortmund. De Premier League, Manchester City. En Liverpool, maar op een 5e plek. Dat ging niet voor hun, niet zo goed voor Liverpool dan. In Frankrijk PSG waarschijnlijk. Ja. Geen enkele wedstrijd verloren. Italië, Juventus. Of ja, Piemonte Calcio. Nederland, Ajax kampioen. En in Spanje, oh ja, als tweede klasse moet ik verder gaan. In Spanje Real Madrid kampioen. Statistieken. Ga ik even van alle spelers de statistieken tonen. Vind ik wel interessant om te tonen na elk seizoen. En als jullie kunnen niet ondertussen ook even op pauze zetten als je van een speler een bepaalde iets wilt zien. Ja, niet alle spelers kregen evenveel speeltijd. Misschien moet ik nog volgend seizoen zorgen dat meerdere spelers ook nog speeltijd krijgen. Oh, dat waren alle spelers al. Spelers, topscorers is Hans van Aken is heel goed, want hier is hij topscorer met 29 doelpunten. Hier heb je nog een hele lijstje. Maar bij assist staat ook nog Van Aken. Dus Van Aken heeft zowel de meeste assist en ook nog de meeste goals. Dus ja. Van Aken was toch precies wel een heel erg goed topvorm bij dit seizoen. Kaminski is nog maar 5e. Maar ja, we hebben ook heel veel tegendoelpunten gekregen. Anderlecht heeft dan uiteindelijk deze wedstrijd gewonnen. Maar ja, dit was dan ook nog het laatste aflevering van dit seizoen. Maar geen zorgen, we gaan gewoon verder met de K-Gent Carrière Mode. Maar dan met een tweede seizoen dan. En ja, dan wil ik bedanken voor het kijken naar de video. Laat even weten welke spelers jullie graag willen zien voor een volgend seizoen. En dan zie ik u weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.